President Bouterse bezoekt bewoners Perica. De president van de Republiek Suriname, Desiré Delano Bouterse, heeft een bezoek gebracht aan de bewoners van Perica in het district Marowijne. Het staatshoofd is op feestelijke en traditionele wijze ontvangen. Voor de start van het gesprek is gebeden voor een goed verloop. Aan het staatshoofd werd een brief overhandigd waarin de noden van de bewoners zijn opgesomd. Na het aanhoren van de noden heeft de president meteen oplossingsmodellen besproken met de bewoners. Bijvoorbeeld het elektraprobleem binnen dit gebied zal volgens de uitgestippelde planning uiterlijk december 2019 tot het verleden moeten behoren. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today.